Goedenavond, mijn naam is Marietje Schaak. Ik ben Europarlementariër voor D66. En helaas kan ik er vanavond zelf niet bij zijn, want ik ben dan onderweg naar het Internet Governance Forum in Baku, Azerbeidzjan, waar ik onder andere zal spreken over digitale vrijheid in Europa, maar ook in de rest van de wereld. In het Europees Parlement hou ik me bezig met het Europese buitenlandbeleid, internationale handel en cultuurbeleid. De rol van internet, nieuwe technologie en de impact daarvan op onze samenleving is eigenlijk de rode draad door mijn werk. Tijdens de huidige editie van het IGF in Baku zal vast veel gesproken worden over een andere bijeenkomst, de World Conference on Telecommunications, ook wel WICHIT, die later dit jaar in Dubai zal plaatsvinden. Er zijn grote zorgen over pogingen van coalities van bedrijven en overheden om daar restrictieve regulering over het wereldwijde internet te introduceren. De discussie over hoe we het open internet het beste kunnen behouden is natuurlijk niet nieuw. Op 4 juli stemde de meerderheid van het Europees Parlement bijvoorbeeld tegen het ACTA-verdrag. Nadat ik en een heleboel anderen massaal online campagnes hadden gevoerd en veel politici voor het eerst confronteerden met het belang dat mensen hechten aan een open internet. Zo groeide het besef dat ACTA meer problemen creëerde dan oploste. De one-size-fits-all oplossing met te veel handhavende bevoegdheden voor private partijen die met ACTA zou worden geïntroduceerd, werd dus door het Europees Parlement naar de prullenbak verwezen. En hoewel de anti-ACTA-campagne een succesvolle Europese grassroots-campagne was, rest nu een gepolariseerde discussie over hervormingen van legitieme handhaving van intellectueel eigendomsrechten en auteursrecht. Het is makkelijker om te zeggen wat je niet wil dan om een constructieve bijdrage te leveren aan een oplossing. En ook dat is nodig. De komende tijd zullen politici, bedrijven, gebruikers en belangengroepen moeten gaan nadenken over hoe we een rationele discussie kunnen voeren over de volgende stappen. Want internationaal gaan de ontwikkelingen in hoog tempo door en Europa mag niet achterop raken. Al voor de stemming in juli over ACTA zorgden gelekte voorstellen van bedrijven en overheden voor die WICHIT-conferentie in Dubai over meer internetregulering tot nieuw online protest. Tijdens de WICHIT onderhandelen en stemmen 178 landen over het herzien van internationale telecomregulering, waarin regels voor internationaal telefoon- en dataverkeer zijn vastgelegd. Het probleem is, net als bij ACTA, dat het overleg en de onderhandelingen over nieuwe regels grotendeels in het geheim plaatsvinden. Soms worden de stukken gelekt, maar een echt duidelijk beeld van wat er precies besproken gaat worden ontbreekt vaak. Wel weten we dat ETNO, de belangenorganisatie van de grootste Europese telecombedrijven, voorstellen doet die netneutraliteit ernstig kunnen ondermijnen. D66 beschouwt netneutraliteit als essentieel voor een open internet. Daarom hebben we het initiatief genomen het in Nederland wettelijk vast te leggen. En Nederland is daarmee een voorloper in Europa en zelfs in de wereld. Onder een van de voorstellen sluiten telecomproviders overeenkomsten met elkaar die de preferentiële doorgifte van data regelen. Op basis van dit nieuwe model moeten aanbieders van online diensten gaan betalen voor de doorgifte van data van hun gebruikers. Het principe van de ontvanger betaalt, zoals we dat nu kennen, wordt daarmee omgedraaid in de zender betaalt. Zo wordt innovatie waarschijnlijk belemmerd, want een nieuwe dienst zal door hoge zendkosten al snel aan haar eigen succes ten onder gaan. Juist als er startups niet direct winstgevend zijn, want dat kost altijd even tijd. Bovendien is het voor nieuwe ondernemers minder eenvoudig om kapitaal bij elkaar te brengen dan voor grote bestaande spelers. Van vraaggestuurd antwoord is ook geen sprake meer wanneer niet de consument, maar de producent een eerste investering moet doen om een nieuwe dienst te introduceren. De kans bestaat ook dat internettoegang in ontwikkelingslanden moeilijker wordt, omdat zogenaamde consumenten daar simpelweg minder potentieel hebben voor bedrijven dan in welvarende landen. En dat terwijl een betaalbare internetverbinding juist in deze landen een waardevolle bijdrage kan leveren aan ontwikkeling, democratie, onderwijs en, heel belangrijk, economische vooruitgang. Digitale vrijheden staan overal onder druk. Daarom werk ik in het Europees Parlement aan een strategie die de bescherming en bestendiging van digitale vrijheden in het EU-buitenlandbeleid moet integreren. De Commissie van Buitenlandse Zaken heeft in het parlement heeft deze week het rapport aangenomen dat ik heb opgesteld en de plenaire stemming volgt in december. De EU heeft als economische macht en als gemeenschap van waarden zowel een belang als een verantwoordelijkheid om wereldwijd een leider te worden in de bescherming van digitale vrijheden.
We moeten een tegenwicht bieden aan nieuwe economieën die omwille van korte termijn, economisch gewin, blijvende schade aan het open internet willen toebrengen. En de rechten van mensen kunnen daardoor ook onder grote druk komen te staan. Mijn strategie is gericht om wereldwijde online bescherming van fundamentele vrijheden, zoals vrijheid van meningsuiting, toegang tot informatie en het recht op privacy, te beschermen. Maar ook om de export te beperken van technologieën die gebruikt worden om mensenrechten te schenden, censuur toe te passen of burgers online te monitoren. In een wereld die steeds sterker verbonden is, moet Europa voorop lopen in de strijd voor internetvrijheid. Ik hoop dan ook dat jullie je aansluiten bij mijn campagne voor deze wereldwijde bescherming van digitale vrijheden. Op mijn website, via Twitter of Facebook kunnen we daar verder over praten. Dank jullie wel.